Hallo, ik ben Loes. Ik ben Jelte. Ik ben Paul. Ik ben Sverre. Ik ben Elisa. Hoi, ik ben Mats. Goedemiddag allemaal. Hey, Sverre. Hey, Jelte. Hoe staat het met je opdracht? Ik ben bezig geweest met de RES. Het staat voor regionale energiestrategie. En in het klimaatakkoord is eigenlijk gezegd, we willen een bepaalde hoeveelheid duurzame opwek in Nederland. Dus hebben we Nederland in 30 stukjes opgedeeld. En elke regio mag zelf bepalen hoeveel duurzame opwek zij gaan plaatsen. We zien hier hoogspanningsmasten. Daar komt de elektriciteit vandaan. En dat wordt hier in een onderstation omgezet. En dan gaat het eigenlijk ondergrond verder. En vanuit daar gaat het eigenlijk naar alle mensen die elektriciteit nodig hebben. Anderzijds hebben we ook opwekkers, zonnepanelen of windmolens. En die transporteren juist de elektriciteit naar het onderstation. Mm-hmm. Die. Achter ons zien we een nieuwe energieopwekker, zonnepaneeltjes. We hebben mooie zonnepaneeltjes en we hebben mooie kolencentraaltjes. Ik was ook aangehaakt bij datzelfde project. En dan vanuit netbeheerdersperspectief. En ik heb ook met Sverre samengewerkt. Ook met Loes samengewerkt in dat project. Dat was eigenlijk een opdracht waar ik voor het eerst echt met andere trainees samenwerkte. En dat is natuurlijk gewoon echt superleuk om te doen. Na wat inhoudelijk werken en een lekker kopje koffie ga ik nu even bijpraten met mijn buddy. Hoe gaat het met jou? In mijn eerste opdracht bij Corporate Reporting and Planning heb ik gewerkt aan de DRQ, de Data Request. Dit is eigenlijk een proces waarin allerlei data uit het bedrijf wordt opgehaald ten behoeve van het jaarverslag en voor investeerders. Dit is heel belangrijk voor Alliander, omdat we hierdoor makkelijker toegang hebben tot groen kapitaal. Dat groene kapitaal noemen we ook wel groene obligaties en die zijn goedkoper dan reguliere leningen. We betalen er namelijk een lagere rente op. In de komende 10 jaar hebben we ontzettend veel werk te verzetten. En financieel zien we dat terug doordat onze investeringen verdubbelen. Hoe goedkoper we die investeringen kunnen financieren, hoe beter. Ik heb mijn tweede opdracht gedaan bij een oud trainee, Steven Zaal. Ja, hij is product owner bij GVRNN. Wat is GVRNN, Mas? GVRNN staat voor groot verbruik, reconstructies en netten. Steven Zaal, welke hier bij mij staat. Ik ben nu product owner binnen het veranderteam van Aanleg. Dat is een afdeling binnen Liander. Wat echt gericht is op de projecten die we aanpakken. Dus moet je denken op het moment dat we echt een heel stuk kabel of leiding vervangen. Of nieuwe aanleg in de straat. Of zonneweiders aansluiten. Dus de grotere aansluitingen en de grotere stukken tracé. Waarin we gewoon al het inkomende werk, dat we daar meer grip op proberen te krijgen. Zodat we uiteindelijk de klanten beter kunnen helpen en ook uiteindelijk meer kunnen produceren. Want we hebben veel werk te verzetten met elkaar. En nu ben ik sinds vorige week begonnen bij onze onderhoud- en storingenafdeling. Is er iemand die daar meer over kan vertellen? Jazeker wel. De Powerpuff Girls. Blazam! Ja, ja. Elise en ik zijn dus allebei ook begonnen bij onderhoud en storingen. Ik ben assistent teamleider. Dat houdt in dat bij onderhoud en storingen werken er monteurs en die zijn verdeeld in teams. En die teams hebben ieder een teamleider. Hoi. Kun je vertellen waar we staan? Wij staan nu op een bouw in Haarlem. Daar wordt een ruimte uitgelast. En daar zijn wij dus samen met de aannemer bezig. Jij bent monteur in opleiding? Ja. Kun je uitleggen wat dat ongeveer betekent? Want er valt van heel veel te leren, heel veel bijzonderheden, uitzonderingen, verschillende installaties waar je mee bekend moet raken. Ja. Dus in dat opzicht valt er veel te leren en ben je nog best wel in opleiding totdat je volleerd bent. Alsnog, het is een lange weg naar AVP, naar monteur C. Want uiteindelijk wil jij dus monteur C worden, zeg je? Dat is voor iedereen het doel, ja. Oké, en wat betekent dat dan? Dat is dat je dus allround AVP'er bent, zowel in de laag als middenspanning. Waarom heb jij voor die ander gekozen? Voor mij vooral het aantrekken was gewoon de diversiteit. Het is een groot gebied waar we werken, ja. Dus ik zit niet altijd op dezelfde plek. En ik doe ook niet altijd hetzelfde. En dat vind ik heerlijk. Mijn collega Ilko en ik gaan zo op pad om buiten een werkplekinspectie uit te voeren. En daarvoor gaan we lekker met het autootje van de zaak. We staan nu op een storing waar de metingstook aanwezig is.
vandaag mag ik het groot werkoverleg bijwonen van de monteurs van Rayon Amsterdam. Toekomstvaste energiesysteem gaat er natuurlijk om dat wij als geheel veel windmolens en zonnepanelen in het net gaan knopen. Maar het gaat er ook om dat we goed zorgen voor de mensen die onze energienetten onderhouden. En dat zijn de elektra- en gasmonteurs. Alliander sorteert daar alvast op voor door veel met kinderen in gesprek te gaan over techniek. Door bijvoorbeeld gastlessen te geven op basisscholen. Onderdeel van mijn les mochten de kinderen net zelf een eigen energienetje in elkaar zetten. Nou, dat ziet er dan zo uit. It's gonna be amazing. Iedereen lachen? Fijne dag. Later. Doei. Later. Doei. 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 Do